Dagdagelijks zijn er duizenden vrachtwagens, treinwagons of containers onderweg van A naar B. Voor de eigenaars en dispatchers is het soms een onontwarbaar kluwen van locaties, gegevens en standplaatsen. Heikel punt was het transport van explosief of licht ontvlambaar materiaal. Een gewone GPS-module geeft warmte af en dat is in een dergelijke situatie levensgevaarlijk. Het Vlaams bedrijf Solumatics kwam met een pasklaar antwoord voor dit prangend probleem. Vlaamse know-how werd gekoppeld aan doorzettingsvermogen en zo werd de Ovintosat geboren. Een track-and-trace systeem dat communiceert via de satelliet. Uniek aan deze unit hier, aan Ovintosat, is vierledig. Het is gekeurd tot in de allerhoogste gascategorie. Wat dat betekent dat voor de eerste maal dat we een unit hebben die kan ingezet worden bij hoogexplosieve goederen, waar dat vroeger niet kon. Ten tweede kan die unit zeer lang op eigen batterij of voeding verder werken, tot 8 jaar. Waardoor dat we eindelijk iets hebben om niet gevoede goederen te volgen. Ten derde hebben we overal ter wereld ontvangst, ook waar geen gsm of traditionele telecomkanalen aanwezig zijn, dankzij de satellietcommunicatie. En ten vierde, het is een heel robuust systeem dat zal werken van min 40 tot plus 85, ook ongeacht de weersomstandigheden, ongeacht schokken, een extreem robuust systeem. Voor de vinder was het meer dan 1 en 1 optellen. Vooral op het vlak van vergunningen, toelatingen en keurmerken was de Ovintosat in de markt zetten een martelgang. Het is nieuw in die zin dat we eindelijk een goed systeem gevonden hebben waarmee dat we goederen, assets, vrachtwagens, trailers, noem maar op, kunnen volgen die geen eigen stroomvoorziening hebben. Aan potentiële klanten is er geen gebrek, want voor heel veel chemisch materiaal, vooral via het spoor, is het vervoer riskanter dan we allemaal wel vermoeden. En dan voornamelijk denken wij aan containers, aan tanks, opslagtanks of multimodaal transport. Uiteraard trailers, vrachtwagens, vrachtwagentrailers, maar ook wagons, natuurlijk wagons, heel belangrijk. Economisch is deze nieuwe vorm van locatiebepaling en tracking ook heel erg belangrijk. Want wagons of containers die niet on the move zijn, zijn een verliespost voor de eigenaars. Treinwagons staan ergens waar niemand hen nog terugvindt en dat kost ontzettend veel geld aan de eigenaars. Iedereen zal waarschijnlijk de grote meerderheid van zijn goederen weten staan, maar het is net die minderheid die voor zoveel problemen zorgt, omdat ze die telkens opnieuw moeten zoeken. En een mens kan geen grote vloten van honderden, duizenden units perfect bijhouden. Die zal altijd met de dringende zaken bezig zijn en daardoor zal hij een hele hoop goederen vergeten. En als die vergeet, dan staan die stil en stilstaand materiaal is eigenlijk dood kapitaal.